sta je eens voor. Je woont in het centrum van Nijmegen in de gezelligste volksbuurt. Maar de politiek heeft andere plannen met je straatje. Er moet namelijk een parkeergarage komen. Kortom, de straat moet tegen de vlakte. Dat geval was hier in de Piersonstraat. En dat leidde tot een van de grootste krakersrellen uit de jaren 80. Vandaag blikken we terug op 40 jaar Piersonrellen. Ik ontmoet toenmalig politieagent Ton Teunissen op plein 1944. Met hem ga ik terug naar de plaats waar hij als agent ingezet werd tegen de relschoppers. Laten we even teruggaan naar die februari, hè? 23 februari 1981. Ja. Je was politieagent. Ja. Het rommelde al een tijdje in de stad. Behoorlijk, ja. En dan krijg je op een gegeven moment te horen van nou, het gaat helemaal uit de hand lopen. En je moet hier naartoe die ochtend. Hè? Ja, de ochtend van die 23 februari. Dat zag je toch al aankomen. Dus, ja. Wat deed dat met je als politieagent? Nou, ik was best jong, 8, 29, en ik dacht bij mezelf in eerste instantie van, nou, ik maak er wel van, ja, een beetje, toch wel een beetje spannend in feite, hè. Was alleen afwachten wat voor taken je kreeg en zo, maar op zich vond ik het wel, maar ja, ik ben er eentje van nature die dan gaat nadenken, hè? En ik was er al een hele tijd mee bezig geweest, dus als je dan ziet dat ze het eigenlijk uit de klauw hebben laten lopen, mijn inziens, dan denk je, ja, nou goed, we gaan het oplossen, maar het had met veel minder geweld en veel rustiger kunnen gebeuren. En het had veel goedkoper gekund. Want ik zeg wel eens, ik zeg, die operatie in zijn geheel, die kost onderhand naar zoveel als een parkeergarage, man. Dat is niet normaal. We gaan terug naar de jaren 70. Nijmegen kampte met een groot parkeerprobleem en de gemeenteraad besloot dat er iets aan gedaan moest worden. Meer parkeergelegenheid in het stadscentrum van Nijmegen. Maar hoe dan? Een ondergrondse parkeergarage onder plein 44 had de voorkeur. Maar te duur. Wat dan wel? Een bovengrondse parkeergarage, zo stelt de PvdA voor. Maar waar dan? In de Piersonstraat. En de bewoners? Tja, die moeten wijken. Het was destijds de goedkoopste oplossing. En na jarenlange discussie werd in 1978 inderdaad besloten tot deze goedkopere optie. Een bovengrondse parkeergarage in de Piersonstraat. Na de oorlog was al zoveel stuk en afgebroken en niet meer herbouwd, terwijl dat in feite best gekund had. En ja, qua die huizen, laat ze staan, alweer een parkeergarage. Als je daarover nadenkt, dan denk je, je hebt de hele wet eraan, bouw daar iets. Ja. En ja, dat gebeurde niet. En daarom zeg ik wel eens, die hele top, elite en politie, burgemeester, aardige mensen, maar ze stonden gewoon veel te ver van de bevolking af. En wat ze in de kop hadden, dat wilden ze gewoon doorzetten. Hè? Ja, ze drukten het gewoon erdoor. Ja, mijn inziens wel, ja. Het ging gewoon om een, ik zeg wel eens, je wilt zeker weer een schouderklopje van de koning aan, of van de koningin dan. Nou staan we hier eigenlijk op het stukje waar de Piersonstraat vroeger stond. De huizen zijn nu weg. Ja. Je kunt eigenlijk al niet meer voorstellen hoe dat was. Maar kun je het een klein beetje, als je hier zo inkijkt, nog een beetje herinneren van, ja, hier ben ik geweest of daar stond ik en daar moesten wij toen. Nou ja, die krakers, die relschoppers, die moesten we toen wegdrijven. Want het moest allemaal richting, ja, Keizer Karelplein. Ja, die gasten werden inderdaad Keizer Karelplein opgeschopt, zou ik maar zeggen. En toen moesten wij, ik en een collega Koning, kan ik me nog herinneren, moesten naar de Schevenhavenstraat. Want ook die krakers gingen de Oranje Singel op. En die begonnen daar ook links en rechts te gooien met stenen en dergelijke. En toen had een bulldozer al die hele grote bloembakken die daar bij het postkantoor stonden, midden op de straat geschoven. Dat ze er niet echt vlot doorheen konden. En daar moesten wij natuurlijk ook naartoe om de boel in de gaten te houden. En een ME-linie, die werd daar ook neergelegd. Heb je ook collega's gezien die denk bij jezelf, die gingen echt te ver? Ja, echt te ver. In jouw ogen, hè? Is er in jouw ogen, heeft de politie toen, dat je denkt van, nou, er is toch wel een bepaalde grens, zijn we overgegaan? Ja, ik ben niet overal geweest, maar ik kan me wel voorstellen dat er hier en daar, want ja,
we zijn allemaal mensen, ook de politie. En er zijn er ook altijd bij die dan misschien te ver gaan door hun ook opgefokt zijn natuurlijk. Hè, en die dan ja, eigenlijk niet nadenken of zo. Van, ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Laten we even daar naartoe lopen, ja, Tom. Doen we dat. Oh, we kunnen hier naar tussen door. Hier stond je dus als agentje, ja. Die kant op. Je zag daar, nou ja, alleen maar rotzooi. Alleen maar mensen. We zien het hier trouwens. We staan bij Café De Plak. Ja, ja. Ook een belangrijke rol toen, hè? Hele belangrijke rol, want dat liep hier geloof ik in die tijd ook in en uit van krakers in het begin al. Ja. En die steunde, De Plak steunde natuurlijk ook die krakers en dergelijke. Daar weet ik wel. Het was echt een rood rovershol. Ja, nou, ja, ja. Hier moesten jullie staan. Nou, we zien hier ook de foto's nog van de krakers. Je ziet hier eigenlijk het uitzicht wat jullie als agenten zagen. Hè? Van alle krakers, alle railschoppers. Nou. En neem even mee, wat was hier de opdracht toen dan? In eerste instantie die mensen weghalen, zodat... wat je hier ziet eigenlijk, dit allemaal opgeruimd kon worden. Ik kan me voorstellen dat de krakers eigenlijk al waren begonnen met het afbreken van de Pierson, als ik het zo bekijk. Je zou het bijna wel zeggen, alles werd gebruikt, auto's, je zegt het, stenen, dakpannen. Ze maakten haken in de grond en dat werd gegooid. Maar ik denk dat het grootste gedeelte wat echt gooide met stenen en dergelijke, dat niet altijd de echte krakers zijn geweest. Ben je bang geweest wel eens, Tom, toen jij hier stond als agent? En je dacht van ja, het is allemaal wel leuk waar wij op af worden gestuurd, maar dit is onverantwoord? Ik ben niet benauwd of bang geweest, maar wel wat ik al eens eerder zei. Ik begon wel na te denken, en dat doe ik altijd, dat heb ik ook later in die dienst gedaan. Waarom doe ik dit? Ik ga van allerlei dingen oplossen. Ik krijg orders, maar het is geen 40-45, dus ik zeg niet van ik doe het, maar gewoon. Waarom doe ik dit? Sta ik erachter wat ik doe? Dat is net als toen de tijd die folders gegooid werden uit de lucht. Van, wordt er maar molotov gegooid en gaan we scherp schieten? Ja, dat doe ik nooit nog mee. Je gaat niet op je eigen volk schieten. Dat is dus de grens waar je over sprak van, zo ver ga ik niet. Zeker. Nee, zo ver ga ik zeker niet. Merkte je dat ook bij collega's? Die zeiden van, kunnen jullie wel zeggen, maar wij gaan dit niet doen? Oh ja, er zijn er heel veel geweest. En ik geloof, als ik me goed herinner, dat er ook best wel veel, of veel is misschien een groot woord, maar dat er mensen zijn die ontslag genomen hebben daarna. En dat ze dachten van, ik heb het wel gehad, ik heb het gezien. Nou, is de originele Piersonstraat is het niet meer, maar er is nog wel een Piersonstraat hier. Ja. Dan krijgen we een beetje het gevoel. Zullen we daar nog even naartoe? Ja, dan, is goed. Lopen we daar even naartoe. De bewoners gingen in bezwaar bij de gemeenteraad en nadien ook in beroep tot aan de Raad van State toe. Maar helaas, tevergeefs. Een enkele bewoner die zich niet kon neerleggen bij de sloop, besloot naar de krakersbeweging te stappen. De krakers sloten alle toegangswegen af met barricades, zodat de huizen niet ontruimd konden worden. Uiteindelijk zag de gemeente zich genoodzaakt om in te grijpen. Deze actie werd ingezet in de vroege uren van 23 februari. Om 5 uur werd de binnenstad van Nijmegen hermetisch afgesloten. En kort voor 7 uur begon hier de politieactie. Ja, Tom, dan staan we hier in de Piersonstraat. Ja. Nou ja, een vernieuwde Piersonstraat, want oud ontmoet nieuw hier. Maar we zien hier nog een beetje de oude huisjes zoals eigenlijk de wijk toen hier was. Hè? Want Piersonstraat, het was eigenlijk een volksbuurt, zeg je niet? Ja, het klein, maar een heel klein volksbuurtje eigenlijk. Ja. Net hier tussenin, Karregas, Piersonstraat en zo. Je kende er wat mensen, hè, wie hier woonden, hè? Ook als agent, hè? Je kende wat. Die mensen zijn volgens mij allemaal nooit meer teruggekomen, hè? Nadat het hier plat is gegaan. Ik denk dat er een heleboel niet teruggekomen zijn, nee. Ik weet dat er mensen weg zijn die... ze zijn ondertussen nu ook al dood, want die hadden ook al de leeftijd. Die kwamen allemaal in Dukenburg terecht of wat dan ook. Daar hebben ze nooit kunnen aarden, maar toch. Nee. En ik zeg, dit is een halve Piersonstraat. En het is jammer dat je zoveel auto's ziet, want vroeger had je heel weinig auto's en dan zag je allemaal die kinderen op straat spelen. Ja. Stoelen voor de deur, dat de mensen op de kletsen, kopje koffie, s'avonds de mannen die thuis waren, een flesje bier erbij. Zoals de Nijmegen zei, het hert is eruit. Ja. Je komt niks meer terug van vroeger.
Jij hebt na de Piersmorelle heb je nagedacht. Als agent, ja, van oké, okay, wat wil ik. Heeft het je dus ook daarna gevormd als politieman? Ja, zeker. Kun je één voorbeeld meenemen wat je als politieman later in je werk hebt meegenomen van wat je toen hebt ervaren, dat je zegt van ja, dat ga ik echt voortaan anders doen? Nou, dat vond ik wel mooi. In Nieuwers-Oost heb je ook zo'n volkswijk. Mm-hmm. Dat was bij de Tuberstraat, Jachthorenstraat en dergelijke. En als er dan problemen waren met de gezinnen en dergelijke, of vechtpartijen of wat dan ook, dan had je wel eens agenten of ja, hogere adjudanten erbij of wat dan ook. Dat was echt vanuit de hoogte praten, gaat u naar binnen en het is afgelopen hier. En ik denk, ja, dat moet je zo helemaal niet doen. Ik loop langs het hek. Ik zeg, hey, moet van Balfrot. Ik zeg, hey, geef hem in een bakje koffie klaar. Kom jong, kom binnen. En dat was zo opgelost. Je kon gewoon aan me gaan. Is dat wat we tegenwoordig misschien ook wel missen in het politiewereld? Dat men ja, te hoog of te ver ja, van de burger afstaat? Ja, zeker weten. Ton, als je nou, even tot slot, als je nou terugdenkt. Eén ding wat je echt is bijgebleven van die ochtend 23 februari 1981. Waar denk je dan aan? Heel gek. Waar ik echt van stond te kijken. Van zulke kereltjes die uit de stad kwamen. En dat was vaak op het moment dat ik daar bij de Scheve Kavenstraat stond. En dan liepen ze zo heen van... En dan keken ze naar ons. Oh, jullie doen ons niks, hè? Oh, goed zo. En dan ging die heen. En dan denk ik, jongen... Wat moet jij op straat doen, eigenlijk zo vroeg in de ochtend, ja, en zo, hè? En daar liepen er heel veel van die gasten die alleen... En die ouders die doen dat, of die deden daar schijnt niks aan. Maar ja, is vandaag de dag natuurlijk nog hetzelfde. Ja, waar komt daar van terecht zometeen? Dus dat blijft ja, er steeds bij? Ja. Die jonge ventjes, wie daar liepen? Ja, ja, we hebben het één keer gehad ook. En ik had een collega die daar goed mee overweg kon. Oorlog tussen de Meijhorst en Hatert. Nou, de jeugd van Hatert zou naar de Meijhorst gaan. Dus wij komen met een busje aanrijden, we zetten dat ding op de Dugenburgse brug. En dan komt er zo'n kereltje aan en die loopt, kom maar, zei hij, kom maar. Dus mijn collega kijkt me aan en die gaat er naartoe, die pakt hem bij zijn haar en geeft hem een klap midden in het gezicht. Draait hem om en dan naar huis. En jankend liep die weg. Hij zei, wat je van je vader niet krijgt, krijg je van mij. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen. Kan niet, we zijn allemaal fototoestellen. Ja. Maar het is gewoon goed. Ja. Ik zou als vader ook gezegd hebben, nou, had hij verdiend, klaar. Anders had hij me van mij gehad. Ton, dank je wel voor je tijd. Dat okay, jij je verhaal wilde vertellen als ja, politieagent ja, die de bewuste ochtend 23 februari 1981 mee heeft gemaakt hier. Heel lang geleden. Lang geleden. Nou. En laten we nog eens even door de piers omheen. Ja, is goed. Het zou nog jaren duren voordat er in de Piersonstraat gebouwd zou gaan worden. Maar geen parkeergarage, zoals de bedoeling was. Er kwamen nieuwe appartementencomplexen in de Piersonstraat. En op de plek waar aanvankelijk de bovengrondse parkeergarage zou zijn gekomen, staat nu een standbeeld. Een monument verwijzend naar de zware rellen van 23 februari 1981.